Hallo. Hey, superleuk. Ik wil even wat zeggen, Jack. Mag het even? Oh, het is een beetje donker. Sorry, ik had lampen aan moeten doen. Superleuk dat je weer naar een nieuwe video kijkt. En dit keer gaan we een leuke maandpagina maken van een meisje. Vinden jullie altijd erg leuk, mijn meisje? Wat een lieverd, hè? Kijk, dit meisje gaan we maken. En ik hoop dat je het leuk vindt. En je kan hem maken. Ik werk in een Hobonichi, hè? Mijn creatieve dagboek. Er staan meer video's over. Wat is dit toch, man? Hey. Het is een slijmbal, die Jack. Hè? Hij neemt het er even van, want Loki is nog buiten. Dus Jack denkt, nu heb ik het gewoon helemaal alles voor mij. Ja, toch. Maar je kan, ik werk dan in een Hobonichi als creatief dagboek. Maar je kan natuurlijk ook in een art journal werken. Of een bullet journal doen heel veel mensen ook. Je kan, krijg gewoon opstoot. Dus je kan het maken in dat wat jij fijn vindt om in te werken. Je kan hem ook gewoon als losse tekening maken. Is ook helemaal prima. Ik ga Loki binnenhalen. Ik zie hem daar en het gaat regenen. Vunzielig. Hè? Kom, we gaan Loki binnenhalen. Veel plezier met de video. Doei! Hallo, vandaag een paar leuke dingen op de planning staan. Loki heeft ook commentaar, hoor je dat? En Jack ligt buiten, ik weet niet of je hem kan zien. Hij ligt daar. Daar ligt hij. En, oh, Loki, kom je eventjes aandacht halen? Nou, dat snap ik ook wel. Maar goed, wat ik vandaag ga doen, eerst podcast opnemen. Dan een video inspreken voor YouTube, die je nu gaat kijken. Ah, die ga ik nu dus inspreken. En ja, ik wil toch wel heel graag een beetje opruimen. En ik ga een plan maken hoe ik hier een video over ga maken. Want jullie vinden mijn kast fantastisch. Ik zelf ook. Dus daar ga ik wel even over nadenken. Hoe ga ik nou filmen? Wat er allemaal in die laadjes zit. Jullie willen dat heel graag weten. En dat snap ik. Ik weet zelf ook niet eens meer wat er overal zit. Een aantal dingen weet ik natuurlijk wel. Wat ik veel gebruik. Maar veel ook niet. Dus kijk. Ik denk dat we maar moeten gaan beginnen. Ja. We moeten gewoon gaan beginnen. Veel plezier met deze video. Doei. Zo. Pak lekker je journal erbij. Ik zal eerst eens even aan je laten zien. Hoe mijn twee dikke Hobonichi's. Oftewel mijn daily journals er nu uitzien. Dit is die van 2020. Kijk dan. Zo goed als helemaal gevuld. Ook kaartjes van mensen die ik krijg, plak ik erin. Foto's, nou ja, de hele mikmak gaan erin. En hier is de andere dikke journal. En die is van 2021, is niet helemaal gevuld. Aan het einde van het jaar lukte me het gewoon simpelweg niet helemaal meer. En 2022 ben ik pas in april goed mee begonnen. Dus de maanden januari, februari, maart zijn niet gevuld. Maar die ga ik nu alsnog inhalen. Want ik merk dat ik wat meer tijd heb. Dus dan ga ik ook een beetje terugwerken. Zoals je ziet, maart en daarvoor is niet gevuld. En nu gaan we naar de pagina van juni. Want ik wil een soort omslagpagina maken, zoals dat heet. En het maakt dus even helemaal niet uit in wat voor journal je werkt. Of het nu een art journal is, een bullet journal, een Hobonichi waar ik nu in werk. Het gaat erom dat je gewoon lekker creatief bezig bent. En ik ga nu een maandpagina maken voor juni en ik ga een meisje maken. Ik pak daarvoor mijn waterverfset van Jane Davenport. Is er een oudje, maar toch echt wel een favoriet. En een potlood van Tombow. En ik start met het tekenen van het meisje door altijd een aantal keer het hoofdje een cirkel te maken. Ik zal even voor je inzoomen in de hoop dat het dan wat duidelijker zichtbaar is wat ik doe. Ik probeer een klein beetje voor je uit te leggen, stap voor stap, hoe ik het meisje teken. Dus je begint met een cirkel en dan nog een keer en dan nog een keer en dan nog een keer. Want het hoeft namelijk niet perfect. Mocht je hier zijn voor je perfectionisme en je wil het loslaten, dan zit je goed. Mocht je hier zijn omdat alles precies van jou moet en je wil dat ook zo blijven doen, nou, dan zit je hier niet goed. Als je het hoofdje getekend hebt, teken ik er altijd een kruis in. Dat zijn mijn hulplijnen. Die gebruik ik dus om te kijken waar ik ongeveer de ogen moet plaatsen, waar het neusje en waar de mond.
Ik teken de ogen altijd een klein beetje aan het einde van het gezicht, want het is namelijk niet realistisch hoe ik teken. Het is gewoon een soort, ja, cartoonachtig zou je het misschien kunnen noemen. Het neusje doe ik dan ongeveer in het midden tussen de ogen en de kin en daartussenin doe je weer de mond. De ogen maak ik zoals je nu ziet. Ik ga aan de linkerkant een stukje naar beneden en dan volg ik eigenlijk het bolletje wat ik net getekend heb. Nou, als je goed naar mijn handen kijkt, dan zie je, denk ik, hoop ik, wat ik bedoel. Zo maak ik de ogen. En wat ik nu teken, dat is dan zogenaamd de iris. Dus ik zorg dat het rondje een beetje rond is. Hier maak je een soort druppeltje. Dan ga je via de bovenkant en dan naar beneden. En daarom laat ik dus ook dat hulplijntje staan. Zoals je ziet werk ik naar dat lijntje toe. Zie je dat? En nu doe ik het ooglid. Dan volg je eigenlijk de lijn van de bovenkant van het oog een beetje. En dan accentueer ik toch nog een beetje de zogenaamde iris. Dit is de pupil. En daarvan zorg ik ook altijd dat ik een soort rondje overlaat waar het witte gedeelte zou moeten komen. Doe ik nu niet, doe ik normaal gesproken wel. Dit is nog wel weer te grappig. Ongeveer denk ik, nou ja, het ziet er zo ongeveer wel goed uit. Kijk, weet je, het is gewoon voor in mijn eigen art journal. Het is geen kunst wat ik verkoop. Het is wat ik zelf fijn vind om te maken. En daarin wil ik niet te veel me laten leiden door perfectionisme. Tuurlijk heb ik daar ook last van, zoals iedereen dat heeft. Ik vind het alleen belangrijk om me bewust van te zijn en te denken, goed is goed genoeg. Weet je, ik zie ook wel dat die ogen niet allebei hetzelfde lijken. Dat ze niet recht in het midden staan van het gezicht, et cetera. Dat maakt me gewoon allemaal niet uit. Het is gewoon voor in mijn journal. En als jij in een art journal lekker bezig bent of je bullet journal, dan moet het ook gewoon niet uitmaken. Nou, altijd een extra aangedikt kinnetje. En mijn meisjes kenmerken zich toch altijd wel door een hele lange, dunne nek. En in dit geval geef ik haar een boek te lezen. Ook wel eens een keertje leuk. Ik teken zeker niet altijd mijn meisjes helemaal tot jurkje, benen en dergelijke. Soms wel, soms niet. Dus ook daarin geef ik mezelf een soort van vrijheid. En hierin probeer ik ook een beetje te denken, zo schets je ongeveer een boek. Zo ziet het eruit in mijn geheugen. Wat je kan doen als je dat lastig vindt, hè, om uit je hoofd te tekenen, dan google ik vaak gewoon opengeslagen boek en dan zoek ik op afbeeldingen. En dan kijk ik wel heel graag naar de werkelijke afbeelding, dus niet naar wat iemand anders al getekend heeft. Dat vind ik lastig, want dan ben je snel geneigd om echt na te tekenen en dat wil ik niet, want ik wil mijn eigen stijl behouden, zeg maar. En het is geen ramp en zeker niet als je leert tekenen, net zoals nu dat je lekker helemaal meedoet met mijn videootje, is helemaal prima. Maar ik heb natuurlijk ook een ander doel, ik geef ook les, ik maak ook cursussen. Ja, dan is het gewoon heel gek als je iets namaakt van iemand anders. En dit moest ik natuurlijk even opnemen. Sorry voor de achtergrondgeluiden, er wordt hier ergens geboord. Maar ik ben lekker dit YouTube-videootje nu aan het opnemen. En terwijl ik dat doe, kijk nou. Jackie. Hey. Ah, die ligt hier. En Loki. Hallo. Hallo, mop. Die ligt hier lekker. Allebei lekker buiten gespeeld. En nu lekker een beetje uitrusten. En nu ben ik dus dit videootje voor jullie aan het opnemen. Grappig toch? Een video in een video. En sorry voor mijn stem. Ik heb een keelontsteking. Can happen. En we gaan verder met het haar tekenen. Je ziet dat ik nu de bovenlijn van het haar een flink stuk boven de bovenkant van het hoofdje zet. Dat doe ik bewust. Anders ziet het er namelijk heel gek uit. Dan wordt het hoofdje opeens heel erg klein. Dus dan weet je dat, hou daar ruimte voor. Verder kan je het haar natuurlijk maken zoals jij het mooi vindt. Maak je krullen, maak je golvend haar, maak je kort haar, maak je lang haar. Heeft zijn staart, alles kan. Bij mij krijgt ze een klein haarbandje. En hier teken ik even haar lokken in aan de voorkant van haar haar. Ik probeer de bovenkant van het hoofdje nog even opnieuw te doen. En nu haal ik de hulplijntjes weg. Wat natuurlijk de eerste lijntjes zijn, hè, van het hoofdje. En als je dat weghaalt, dan zie je dat nu ongeveer de afmetingen kloppen. Maakt allemaal niet zo heel veel uit, hè. Het is natuurlijk gewoon in je eigen journal. Dus je mag gewoon doen hoe jij het leuk vindt. Hoe jij het mooi vindt. Je zit natuurlijk aan geen enkele regel vast. En dat is het fijne. Het is jouw art journal, je bullet journal, je hobenichi, je dagboek, whatever. Het komt niet in een galerij. Je bent geen
kunstenaar in die zin, dat ben je wel. Maar ik verwacht niet dat jij je kunstwerken nu in een galerij moet gaan laten hangen. Dus leg de lat gewoon niet zo hoog. Doe gewoon niet zo moeilijk. Maak gewoon dat wat jij leuk vindt om te maken. En bij mij is niks perfect. Niks is zoals het eigenlijk zou moeten zijn in mijn tekeningen. En juist een beetje dat wonkje, juist hetgene wat niet helemaal klopt, of het uitvergroten van gekke eigenschappen, dat vind ik superleuk. Nou, de cirkel die ik eromheen teken, dat doe ik omdat ik zometeen blaadjes om haar heen wil tekenen. En dan vind ik het makkelijk om een soort houvast te hebben, een soort basislijn, waar ik die blaadjes dan dus aan teken. En ook daar geldt weer cirkel, ovaal, wat maakt het uit? Het klopt niet helemaal. Het gaat om het idee dat ik blaadjes kan maken eraan. En terwijl ik bezig ben met video's editen... Hey, die ligt dit lekker te slapen, hè? Oh, die ligt zo lekker in de studio. Net als Jack altijd. Ik heb Jack net buiten gelaten, dus ik ga ook de studiodeur even lekker open doen. Want het is hartstikke lekker weer, joh. Wat doen we allemaal binnen? Zalig. Hier, dak gewoon. Kijk eens, ik dacht al. Hey, Loki. Dit is Jackie. Hi. Even. Hoi. Oh. Ben jullie lief? Oh. Nou, wat goed. Nou, wat goed van jullie. Daar zijn we weer en ik ga nu de video even wat versnellen, want anders duurt de video 2,5 uur. En dan zitten jullie allemaal niet op te wachten. De blaadjes die ik teken zijn van super simpele vorm. Het is een beetje een druppelvorm en ik teken alleen maar een streep in het midden van de nerf, zeg maar. En streepjes aan de linkerkant en de rechterkant. En je ziet hier, ik heb het tekeningetje een beetje te veel naar links getekend in mijn Hobonichi. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dan maak ik die blaadjes daar toch iets kleiner. Echt serieus, weet je wel, go with the flow. Maak het zoals het op dat moment voor jou het beste uitkomt. Dus het hoeft niet te kloppen, het hoeft niet perfect te zijn. En zoals je ziet, dit videootje is nu keer 4 versneld of zo, hè? Dus zo snel teken ik niet. Je hebt net gezien wat mijn werkelijke snelheid is. Maar dit is natuurlijk even om het videootje even wat korter te krijgen. En zo maak je het hele cirkeltje rond met blaadjes. En als je dat gedaan hebt, dan moeten we nog één onderdeel doen. En dat is natuurlijk de maan schrijven. Nou, dat doe ik in mijn eigen handlettering stijl, die eigenlijk nergens over gaat. Ik doe gewoon maar wat. Heel veel mensen willen toch al weten, hoe doe je dat precies? Dus ja, ik ga daar absoluut nog eens een keer een goede video over opnemen. Nu zie je het een heel klein beetje hoe ik het doe. Eigenlijk schrijf ik het woord gewoon 2 keer, alleen dan iets ernaast. Maar daar ga ik nog wel een keer een aparte video over opnemen natuurlijk. Was ik weer even. En zo is dus mijn podcast setup. Mijn Yeti telefoon. Ik was even kwijt waar de camera was. Daar zo. Mijn Yeti telefoon. Zei ik nou telefoon? Ja, ik zei telefoon. Mijn Yeti microfoon. En gewoon een dictafoon programmaatje. En dan ga ik gewoon inspreken. Mijn podcast opnemen, hoe je het noemen wil. En die gaat zo meteen online. Dus... mini studio vlogje een beetje erbij vandaag. Wat is dat nou? Kan ik hem nu nog opnemen, jongens, met dat geknor? Gaan we het proberen? Probeer maar. En dan gaan we nu beginnen met het inkleuren. En eigenlijk vind ik dat het leukste onderdeel. Dat lijkt toch een heel klein beetje op een eigen kleurplaat die je gemaakt hebt en die je dan inkleurt. Als je goed kijkt bij mij zie je dat ik heel veel potloodlijntjes niet weggegumd heb. Ik laat ze gewoon staan. Het boeit me namelijk niet zo. En ik vind het eerlijk gezegd juist wel leuk om mijn schets eronder nog een beetje doorheen te zien. Vergeet als je de huid inkleurt, moet je natuurlijk zelf kiezen welke huidskleur jij gebruikt. Maar vergeet niet om het nekje en de handjes natuurlijk ook een kleur te geven. Dit keer heb ik besloten het haar een beetje mintgroen, nee dat is niet mintgroen, turquoise groen wou ik zeggen, turquoise groenblauwig te geven. Nee, het is wel echt groen, een turquoise groen. En je ziet, ik werk heel snel, ik werk niet heel netjes, ik denk er niet te lang over na. Ik pak gewoon mijn kwastje, ik pak verf en ik prop het allemaal op mijn journal.
En eerst zet ik de donkere kleur op in dit geval. Ik voeg voldoende water toe, zoals je ziet. Het hoeft dus niet netjes, onthoud dat. Perfectionisme is geen plek voor. En ik voeg gewoon random wat lichtgroene stroken toe. Om het haar toch nog een beetje een soort variatiekleur te geven eigenlijk. En daarna kleur ik nog even het boekje in met paars. Let op dat het haar wel droog is. Anders dan krijg je een beetje modder als het gaat mengen. Hoor hem eens. Wil je niet op beeld? Jackie. De microfoon staat nog voor mijn neus. Oh, ik heb de podcast net opgenomen. Dus die ga ik even editen nou. En ik ga even kijken waar Loki is. Lig je lekker, lieverd. Lekker toch? Hè? Lekker werken zo. Toevallig net een podcast opgenomen over schuldgevoel en dat ik heel graag thuis in mijn studio werk. Snap je zeker wel, hè? Waarom? Ik ga Loki even zoeken. Dit is wel heel grappig. Jack is naar boven, gevlucht. Die ligt lekker bij Sanne. Nou, we kennen weer in mijn studio. Heerlijk, toch? Kijk, oh. Alle nieuwe art journals. En mijn boek. En nu gaan we verder met een van de makkelijkste onderdelen en dat is de blaadjes verven. En daarvoor gebruik ik weer de twee kleuren die ik ook gebruikt heb in haar haar. Dus ik ga met donkergroen en met lichtgroen aan de slag. En dat laat ik gewoon een beetje met elkaar mengen. Ik heb geen patroon in mijn hoofd, ik heb geen volgorde in mijn hoofd. De ene keer gebruik ik een beetje meer licht en de andere keer een beetje meer donker. De ene keer laat ik het meer met elkaar mengen en de andere keer minder. En wat de truc hierbij is... gebruik voldoende water. Want hoe donkerder je het opzet, hoe lastiger het is om die kleuren ook echt een beetje met elkaar te laten mengen. Dus wees niet bang om veel water te gebruiken. Kijk, die Hobonichi, dat papier is heel erg dun, maar het houdt het water wel heel erg goed. Het lekt niet gelijk helemaal door aan de achterkant. Ligt wel aan wat voor soort pen je aan de andere kant van je bladzijde gebruikt. Maar goed, je kan eigenlijk beter eerst water verven en later pas aan de andere kant schrijven. Want als je het andersom doet... Dus stel dat ik al geschreven zou hebben aan de andere kant, ja, dan heb je wel kans dat het wat doorlekt. Alsnog vind ik dat helemaal prima, heb ik helemaal geen moeite mee. En zo vul je eigenlijk met licht en donkergroen de laatste blaadjes. Vaak gebruik ik ook nog de mintgroen die hier in de set zit. Hoort niet officieel in de Jane Davenport set, vind ik gewoon een hele mooie kleur. Heb ik zelf los toegevoegd. Maar je kan dus helemaal prima wegkomen met donkergroen en lichtgroen om je blaadjes mee in te kleuren. Dat zijn nepbloemetjes, hè? Hallo? Dat zie je allemaal. Dus... En als alles goed droog is, dan vind ik het fijn om met mijn potlood toch nog even langs alle lijntjes te gaan om het zeg maar nog even opnieuw te definiëren, dat het toch even wat beter nog eruit springt. Door het waterverven is alles natuurlijk wel een klein beetje vervaagd geraakt. Dus ik heb niet zo'n last van alles. Komt ie hoor. Ik kan wel opruimen, denk ik, dat ik achter voor moet opruimen. Hallo? Maar schoonmaken heb ik gewoon echt een beetje gedaan. En dat hebben we dus op een andere manier opgelost. En als het haar toch goed droog is, dan kan je de laatste onderdelen gaan toevoegen. Van het haarbandje, van de lippen, van de ogen. Dus echt zeg maar een beetje de details die ik heb laten liggen, omdat ik niet wil dat het meng. Oh ja, ik vond het eigenlijk toch leuker om haar een soort oogschaduw te geven. Achteraf gezien denk ik nu weer, pak toch niet helemaal zo mooi uit als ik had bedacht. Maar hey, ook prima. Ik voeg wat kleur aan de ogen toe. Ik dep ook een beetje met een keukenrolletje als ik vind dat er te veel kleur zit. Je kan met potlood nog wat extra schaduw aanbrengen, zodat er toch wat meer soort definitie in het gezicht komt. Ik gebruik graag een witte Posca pen voor wat details onder haar ogen. In haar ogen natuurlijk ook een puntje, op de kin, op de neus, streepje op de nek doe ik vaak ook. En nu ga ik nog even verder met wat details aanbrengen aan het boekje wat ze in haar handen heeft.
En zo kan je eigenlijk je hele meisje nog even met het potloodje extra detail aanbrengen. Oh, en ik had bedacht, weet je, die cirkel, die gum ik gewoon nog even weg. Die hoeft van mij niet er te blijven staan. Dat was echt een beetje een hulplijn. Je kan hem ook wel laten staan als je dat leuk vindt. Dat is natuurlijk helemaal prima. En wat ik nu nog gedaan heb, is met een zwarte marker heb ik haar ogen nog gedefinieerd. Dat kan je ook met zwarte waterverf doen. Ik heb nu een groene Posca marker in mijn handen. En daarmee heb ik haar ogen ook nog extra effect gegeven. Opeens bedacht ik, hey, er moet nog wel even een hartje komen. Aan het hoekje van haar haarbandje. En als het nog beter droog is, ga ik er nog weer een keer met mijn Posca pen in om alle details na te trekken. Dat doe ik nu ook, maar bij mij is het nog niet helemaal super droog. En dan zie je dus ook dat het wit helemaal niet zo fel is als je zou willen. Dus hoe langer je wacht tot je waterverf echt goed droog is, hoe beter je witte Posca pen tevoorschijn komt. Ik vind de witte Posca pen fijn en ik gebruik ook vaak de Molotov witte pen als acrylmarker, zeg maar. Je moet zelf maar een beetje uitzien te vogelen wat je zelf prettig vindt. De ene keer vind ik de ene pen juist heel fijn en de andere keer de ander. Wat ik wel merk, ze drogen gewoon snel uit. Dus als je ze even niet gebruikt hebt, dan denk ik daarna, nou, kan ik weer wegdonderen. Of misschien heb jij de gouden tip hoe jij altijd weer je uitgedroogde pennen aan de praat krijgt. Ik heb hier echt een pot vol staan met pennen die nog half vol zitten, die het niet meer doen. Frustratie ten top, als je het mij vraagt. Maar goed, ik heb nu gewoon de witte Posca pen gebruikt en dat ging eigenlijk vrij redelijk. Nu merk ik, het zwart is nog te nat, dus ik wil die witte puntjes maken. Dat lukt niet goed, want het zwart is te nat. Dus dat kan je echt beter pas doen als je verder bent in je tekening. Nou, we zijn al bijna aan het einde gekomen, lieve schatten. We gaan de titel nog even inkleuren. Ook hier haal ik geen hulplijntjes weg. Ik verf gewoon in één keer over de woorden Hey Juni. En dat doe ik nogmaals ook met de Jane Davenport waterverf. Alle andere kleurtjes die ik gebruikt heb, komen wel uit dat setje. Wat mij betreft echt een van de mooiste setjes is die er is, die ik heel graag gebruik. Zorg dat de titel goed droog is, voordat je zometeen ook nog met je Posca pen daarover wil gaan. Dit is ook een soort Posca pen, een soort glitter, wou ik zeggen, zit daarin. Want ik vond eigenlijk de omgeving om haar heen nog te kaal. Dus opeens bedenk ik dan, oh, hartjes. Weet je, als je twijfelt, hartjes. Altijd hartjes is altijd goed. En met potlood definieer ik nog een klein stukje. Ik probeer toch dat oogwit nog iets witter te krijgen. Lukt natuurlijk niet helemaal. En dit is het laatste stukje wat ik doe. Dus het Hey Juni omlijn ik nog even met mijn witte Posca marker. En dan ziet het er toch echt naar uit dat we aan het einde gekomen zijn van dit videootje. In ieder geval van deze pagina. Luister nog even naar het laatste wat ik te zeggen heb als je dat leuk vindt. En tot volgende week. Doei! Zo, lieverd, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar te kijken. Ik hoop dat je ook lekker aan de slag gaat met een daily journal of een art journal of een bullet journal. Maakt allemaal niet uit, als je maar lekker gaat creëren. Superleuk dat je de video helemaal tot hier gekeken hebt. Ik hoop natuurlijk dat je me een thumbs up geeft. Wat deed ik nou weer voor een gek geluid? Ik hoop natuurlijk dat je de video helemaal leuk vond en dat je me een duimpje geeft. Misschien wil je jezelf wel abonneren of een belletje aanzetten. Dan weet je in ieder geval als eerste wanneer er weer een video online komt. En ik zou zeggen, happy creating. Toedeledokie!